Het ministerie van Volksgezondheid wil de bewustwording over het gevaar van niet overdraagbare aandoeningen vergroten. Dit was gisteren de rode draad bij het Health Festival dat door het departement en andere stakeholders op het achterterrein van de International Mall Suriname werd georganiseerd. Bij deze gelegenheid, die georganiseerd is in het kader van de Wereldgezondheidsdag, die gisteren is herdacht, zei de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadarsukul, dat de chronische aandoeningen, namelijk suikerziekte en hoge bloeddruk, twee sluipende moordenaars zijn. De samenleving moet hierover bewust worden gemaakt. Hij benadrukt dat een gezonde levensstijl en gezonde voeding kan voorkomen dat mensen gaan lijden aan chronische ziektes. Het uitstellen van chronische ziektes is voordelig voor zowel het individu als voor de samenleving. Je leeft langer, je hebt een betere kwaliteit van leven, want de organen in het lichaam die worden niet zo snel beschadigd wanneer je bepaalde risicofactoren in je levensstijl hebt, zoals roken, veel overmatig gebruik van vetten, weinig bewegen. En die zijn ook direct gerelateerd aan chronische aandoeningen en de nadelige effecten waarbij je verlamming kan krijgen, nierziekte kan krijgen, hartaanval kan krijgen. Dus al deze dingen willen we ook verschuiven. De vertegenwoordiger van PAHO, WHO, Noreen Jack, haalde aan dat volksgezondheid voor een ieder toegankelijk moet zijn. Ook zei ze dat volksgezondheid opgenomen moet worden in elke beleidsmaatregel, waardoor niemand uitgesloten wordt. So this year's theme highlights the right of health for everyone, everywhere, to have access to the conditions which enable them for health. And I want us to remember these are, there are other conditions that contribute to health. I call them the determinants of health. And these include access to essential health services, of course, to health promotion, education and information for people and for communities so that people can participate in their own self-care. People must know how to stay healthy. Het Health Festival was een belangrijk evenement gericht op bevordering van gezondheid en welzijn in de samenleving. Op dit festival stonden verschillende activiteiten en presentaties op programma, waaronder gezondheidsscreening, voorlichtingssessies over gezonde levensstijl, sport- en bewegingsactiviteiten.